dames, gaat dat lukken? Ja. Wij komen tussendoor kijken. Hè. Je weet dat je altijd de verbeterde schulden mag komen halen. Veel succes. Ik denk dat de grootste fout die in het onderwijs misschien kan gemaakt worden, is het feit dat je leerlingen onder of over schat. En wij hebben wel degelijk gemerkt dat leerlingen in staat zijn om heel veel dingen op zelfstandige basis in eerste zin te verwerken. Dat zijn dingen die bijvoorbeeld in de lagere school ook al gebeuren. En het is een beetje bijzonder dat wij plots in het secundair onderwijs ervan uitgaan dat leerlingen dat verleerd zijn of niet meer kunnen. En dat wij constant hun hand moeten vasthouden om leerstof te verwerken. Bekijk nog eens even rustig de oefeningen en vraag jezelf dan af, ben ik deze week een rode, een oranje of een groene magneet? Woensdag start eigenlijk onze werkweek. Elke vakleerkracht overloopt voor zijn of haar eigen vak wat er concreet van de leerlingen verwacht wordt die week. En dan gaan ze eigenlijk beslissen, ga ik deze week helemaal zelfstandig werken? Heb ik toch nog wel wat hulp nodig? Of heb ik echt een leerkracht nodig die heel vaak bij mij zit en die mij echt begeleidt in datgene wat ik moeilijk vind op dat moment? Mannen, concentreer u. Als je beter alleen kunt werken, dan mag je u daar zitten aan de tafel. Ze leren plannen en organiseren. Ze leren ook een beetje hun plaats in de klas goed uit te kiezen. Dus ze leren om beter en beter in te schatten. Als ze bijvoorbeeld oefeningen doen voor een taal die moeilijker zijn, dat ze dan weten van oké, ik zet me nu even apart, want ik moet me hiervoor echt concentreren. Eigenlijk willen wij nu eerst van jullie weten hoe jullie de voorbije week beleefd hebben. Want dat was de eerste keer dat jullie op deze manier gewerkt hebben. Dus eigenlijk de start van een nieuwe werkweek bespreken we telkens de week ervoor. Dus hoe is dat voor hen gelopen? Zijn er misschien werkpunten waaraan ze extra aandacht kunnen spenderen de week die daarna verloopt? En jij bent 100% zeker dat je met alles in orde bent? Ja. Super. Heb jij ook de deadline gehaald voor Engels, was er één deze week? Ja. Oké, fantastisch. Wat voor een gevoel geeft u dat? Ja, een goed gevoel. Dat leren benoemen en van zichzelf kunnen zien, dat vinden we echt wel heel belangrijk. Wij verwachten heel veel van leerlingen, ook in zaken hun attitudes. En dat gaat dan over deadlines halen, over samenwerken in groep bijvoorbeeld. En we zien op dat moment dat leerlingen soms niet heel goed weten hoe dat ze dat juist allemaal moeten aanpakken. En door hen daar intenser mee bij te begeleiden, is het ook wel makkelijker. Als leerlingen bijvoorbeeld kunnen praten over wat is dat juist gepast omgaan met elkaar. Ik vind dat wel beter, want als je zo slim, niet slimmer per se, maar sneller bent in talen, dan moet je niet wachten op de rest, tot ze klaar zijn. Dan kun je aan iets anders werken. De sterkere leerlingen die worden niet alleen uitgedaagd door soms andere oefeningen, maar die mogen bijvoorbeeld ook eens gaan snuffelen in een andere klas. Bijvoorbeeld ook Engels of Frans of Nederlands, maar van een ander niveau. Leerlingen die het moeilijk hebben, daar hebben we eigenlijk meer tijd en ruimte voor. Die kunnen we intensiever gaan begeleiden. We merken dat er zeker minstens evenveel leerstof verwerkt wordt, soms zelfs wat meer. Sommige onderdelen gaan ook veel beter vooruit. Als ze bijvoorbeeld een presentatie moeten geven en laten hen nu bijvoorbeeld zichzelf filmen in plaats van voor de groep. Ze kunnen ook bijvoorbeeld in een kleine instructieruimte kunnen ze bijvoorbeeld ook een presentatie doen. Dan zijn er bijvoorbeeld 7 andere leerlingen die luisteren, maar alle andere leerlingen die kunnen wel gewoon verder werken. Jullie mogen terug beginnen. Ja. Het is belangrijk dat je u neerlegt bij het feit dat er altijd wel wat aan de gang is. Wij vinden het heel belangrijk dat ze bijvoorbeeld mondelinge oefeningen maken. Dan kan je ook niet verwachten dat het een hele tijd stil is. En heel vaak ook gewoon rondlopen en leerlingen aanspreken. Wat ben je aan het doen? Hen echt activeren. Je moet naar overal en nergens lopen, dus het is zeker intensiever. Maar ik haal er wel heel veel voldoening uit.